het is uw mama en het zou eigenlijk niet echt zo mogen zijn dat je zo voor je mama moet zorgen, maar dat maakt het dan ook weer anders en apart dan de gewone gezinnen. Papa in en uit bed halen, dan boterhammen geven, drinken, dan sigaretten. Ja, er ook bij zitten en een beetje praten met hem. Ik kook thuis, ik was af en ik poets en ja kamer opruimen. Meestal zo hulpjes zodat ze blijven kan zijn. Dus ik was koken, want soms heeft ze echt geen goesting voor het koken en dan zegt ze, kom maar aan de deur. Ik zie zo, nee, ik zal zien wat er in de frigo staat. Dan zal ik dat wel maken. Dan is ze blij. Biefstuk met frietjes. Subtiel zo aanpakken, zo van als je de borden wegzet, gewoon ineens een afwas beginnen doen. Zonder iets moet ik de afwas doen, gewoon ineens doen. Dat is aangenamer ook. Want je weet dat al wel, dat je denkt van ik moet een afwas doen. En dan, als je dat gewoon doet, dan is dat plezanter voor hem en ook eigenlijk voor mij. Want dan zie je die echt zo een beetje zo opvleuren van, Ik geef toe, ik doe zelf nu ook niet echt zo heel veel. Ik probeer wel te helpen waar dat nodig is. En ik weet ook wel dat voor mijn papa niet echt zo gemakkelijk is om dat er dan ook nog eens allemaal bij te pakken. Maar dat is zo van, nu gaan helpen. Nee, we hebben geen zin. Zo, soms is dat wel lastig, maar langs de andere kant dan begrijpt je dat ook wel echt. Meestal als ik buiten ga, maak ik mijn hoofd niet leeg, dan maak ik mij soms nog wat zorgen dat wat er thuis kan gebeuren. En dan proberen we zo, ik zit op internet, dan proberen dat ze allemaal te vergeten, maar dat lukt niet, hè. Dat lukt wel, maar dat is zo van, je kunt elk moment worden opgebeld door je papa of je zus in het ziekenhuis ligt. Dat is altijd zo, zo het gevaar er hebt. Ja, zo weekends zo, zoals deze is heel plezant. Zo is even alles stoom af te laten en dan weer met een leeg hoofd te beginnen. Als mijn papa slecht is of zo, dan merk je dat wel, want dan is hij zo wel chagrijnig of zo, als ik het zo moet zeggen. En dan probeert je zo wel dingen te doen, maar langs de andere kant denk je ook zo van, ik help die dan, maar dan, als je die helpt, dan zit je die ook te wel in de weg. Want dan kan die gewoon even niks hebben. Af en toe heeft onze vader het ook echt moeilijk mee. En dan zeg je dat ook, en dan komt er ruzie of zo. Maar dat los ik zelf meestal wel op. Allee, als ik dan soms een keer naar zijn zin kijk, dan is het zo perfect, perfect. En bij mij is dat dan zo veruiteenvallend. In Antwerpen of zo, rond wandelen en zo naar winkeltjes of zo kijken. En dan gewoon daar zijn en dan zo gezellig samen. Dat vind ik leuk. De laatste tijd is het eigenlijk zo gewoon, als ik met mijn vader kan praten of als ik alleen met hem ben, dat vind ik eigenlijk al genoeg. Het is niet dat ik echt iets speciaals wil doen eigenlijk. Dus echt gewoon samen zijn, dat is voor mij genoeg eigenlijk. Ik denk dat dat ook sterker maakt als familie, omdat je, als je daar doorgaat, dan zie je ook echt heel je gezin echt helpen en eigenlijk zo'n beetje transformeren en zo. Voor mij is dat heel leuk en gemakkelijk. Die is wel heel vaak thuis door de ziekte. Maar ik vind dat gemakkelijk, want als je dan thuis komt, dan weet ik dat mijn mama er altijd is voor mij. Als je vroeger gewoon waart van weg te gaan of zo met drie echt. En dan, als dat dan niet meer kan of niet meer zo laat of zo. En zijn vrouw die gaan mee naar het pretpark, dat gaat niet. Ik ben niet zo'n type die zo heel veel medelijden wil over zo'n ding is. Ik vind dat wel belangrijk als je met iemand contact hebt, dat hij dat wel weet. Dat je niet zomaar altijd vrij bent, want dat je er ook voor
iemand moet zijn, net iets meer als anders misschien. En dat die er ook misschien wel rekening mee houden. Maar ja, je vertelt dat ook niet zomaar. Ook al is dat niet zo heel erg, nog niet dan eigenlijk. Mijn mensen in mijn klas die weten bijvoorbeeld niet dat mijn moeder MS heeft. Die moet dat ook niet weten. Vorig jaar op school heb je dat verteld en dan zal ze er mij mee de beste. Dat is ook niet leuk. Ik heb zo vorig jaar, moesten wij een spreekbeurt doen over iets en ik heb dat daarover gedaan. En iedereen vond dat wel iets belangrijk dat ik dat vertelde. De meeste mensen waar ik dat tegen vertel, ja, die reageren er wel vrij normaal en goed op zo. Die zeggen dan ook altijd als er iets is, je mag altijd komen. Dat vind ik wel tof als ze zoiets zeggen. Ja. Ik heb ook zo de indruk van ja, diegene die dat niet echt weten wat dat is, dat die dat zo licht opnemen. En dan krijg ik het al en dan zou ik echt op boel beginnen zoeken, om het zo hard te zeggen. Als ze het vragen van wat heeft uw pagina wil zeggen? Alles vergeten, laat dat thuis, stuur dat terug in de auto als ze wegrijden en dan amuseer je en ja, denk daar even niet aan. Ik zou zeggen, je moet er niet mee blijven zitten, want dat is misschien het slechtste wat je kunt doen. Met iemand praten die je heel goed vertrouwt, helpt echt wel. Als ze dan thuis nog eens is, dan is dat wel andere tante en dan praten we zo wel, maar het is niet over zo opeens gaan praten over dat papa ziek is of dat het verergerd is of zo. Maar als je zo alles gaat opproppen, dan komt dat er één keer uit en dan is dat ineens alles. Je kunt beter zo gewoon vertellen, al is dat maar iets stoms dat je echt eruit moet, gewoon vertellen. Ze gaan je daar niet voor vies aankijken van waarom vertelt jij nu? Ja, als het echte vrienden zijn, dan gaan die je echt wel helpen. Dus. Zie elkaar graag. Ja, gewoon. Dat is heel plezant als je een goede band hebt met je moeder en met je vader of vader. Want het kan ineens gedaan zijn. Ja. En als tip zou ik wel meegeven aan de jongeren dat je echt ook aan jezelf moet denken, niet alleen aan je ouder of zo. Dat is wel belangrijk. Het is een belangrijk deel van je leven, maar het is niet alles. Ik zeg dat ook gewoon tegen mijn papa zo van, ja, weet je, nu wil ik ook zoiets voor mij doen, zo gewoon misschien een half uurtje op de computer of zo, maar want weet je, als we naar de winkel moeten of zo, moet er ook altijd bij zijn, want ja, als er iets gebeurt of zo. En als ik dan zeg van ja, nu echt even niet, ja, ik zeg dat gewoon meestal. Ja. Maar dat heeft wel even geduurd zo, maar gewoon om dat erover te krijgen, want ik vond dat precies zo kei onrespectvol om dat te zeggen zo van. Maar ik heb nu echt al geleerd dat dat belangrijk is.